In de kranten stond dat ze van de gemeente te gangen waren met de actie tankslag. Alle olietanks die nog in de grond zaten moesten eruit. Het was aan de andere kant van daar, in een van de buurtschappen met een kleine kern, waar de meesten intussen aan de sloten waren op aardgas. Sommigen hadden de tank uit de grond laten halen, bij anderen moest dat nog gebeuren. Bij Jan en Joke zaten olietanks er ook nog in, min in de tuin. Ze hadden al een zet met hennendoornen, maar toen er ook nog weer een keren in de kranten stond dat het eruit moest, zal het dan eindelijk gebeuren. Jan, die om kantoor wieder heen werken, nam zich midden in de week een snippeldag en ging in de tuin aan het graven. Alle bloemen, planten en struiken moesten aan de kanten en het duurde niet langer of Jan had de bloemen al in de handen. Die kantoorhandjes waren ook niks gewend. Toen Moest de hele bovenkant van de tank ook nog bloed gemaakt worden? Hier en door zat er meer als een halve meter grond op. Jan vond dat grote rotwerk. Het leek wel of de hele grond vol puin zat. Om de haverklap stootende met de schuppen op weer een steenbonken. Maar eindelijk met de middag lag de bovenkant van de tank vrij en kon de kranen komen om de tank te te halen. Direct na de middag kwam de grote kranen, haal met gemak de tank naar boven en door de grote tonnen die de gemeente niet meer in de grond wilde hebben. De kraanmachinist zorgde ervoor dat een tank afgevoerd was en aan het einde van de middag werd er een kub of vier verzanden gebracht dat in het gade stort werd en toen kon de tuin weer in orde gemaakt worden Jan. Jan en Joke bekeken het slagveld dat overgebleven was. Er was nogal wat struiken en plantende vernielingen, door moest wat anders voorkomen. Joken vond het jammer, maar Jan zei: Worden hakt wordt valspeurenders, dat kan je niet voorkomen. O, er is in potten, dat is altijd wel een fleurige gezicht, zei Joke. Is mij goed af, zaterdag zegt er in dat wat halen, zei Jan. Jan, zijn de schoonouders, die daarvan in hadden intussen ook gehoord van een tankslag bij Jan en Joke in de tuin. En Jan, zijn schoonmoeder, dacht ook dat viooltjes in de tuin wel mooi zouden lijken. Op een telefoon sprak Joke met haar moeder af dat de wat zal kopen. Dan kon Jan de viooltjes zaterdag ophalen. Hij kon naar de glieken Even komen koffie drinken. Jan, zijn schoonmoeder, ging vrijdagmiddag naar een bloemhandel en kocht door drie kistjes met viooltjes. Zaterdagmorgen kon Jan die ophalen. Jan had van dit geval niks mee gekregen en ging op zaterdagmorgen met een auto naar daar om bij de vier kistjes viooltjes te halen. Omstelijk dat er dat genoeg was. Ze waren niet duur, dat viel mee. Hij laadde de kistjes achter in de auto en toen bedacht hij zich dat er wel even lang zijn schoonouders kon gaan om koffie te drinken. Goed, tijdens de bunt, ik zal u de viooltjes metgeven. Dat heb ik met jou ook afgepraat, zei Jan zijn schoonmoeder. Jan, schrok ervan. Daar weet ik helemaal niks van. Ik heb ook net al vier kistjes viooltjes gekocht. Wat moet toch met al die viooltjes zijn? vroeg Jan verwonderd en vertwijfeld. neem die paar viooltjes kan je er nog makkelijk bij inzetten, zei ze tegen Jan. Jan was zo goed niet of hij moest en zal de drie kistjes met viooltjes die zijn, zijn schoonmoeder kocht met hem. Jan kende zijn schoonmoeder al langer. Protesteren zou niet helpen, hij deed haar de willen. Gelukkig kon Jan de achterbanken van zijn auto nog voren klappen, zodat alle zeven kistjes met viooltjes erin konden. Hij niet even zeggen dat uw moeder ook al viooltjes had gekocht, vroeg Jan aan Joke toen hij met zijn bloemenhandel bij huis kwam. Lok dat nog kets vergeten, neem Sorry, zei Joke. Die lag lachen niet laten kon. Jan en Joke hadden in ieder geval viooltjes zet. Na de middag ze pot wonen. Jan had met zijn cameroot afgepoet dat ze din zaterdagmiddag met zich beiden naar een rommelmarkt zon gewoon. Dus moest Joke en het viooltjes planten. Joke was toen een zet met droog. Het laatste kistje had ze net aan brokken, toen de auto stille heer. Toet, 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 ging klakson en door kwam Joke, haar zuster, hun auto, met een kistje viooltjes. Die ik hun bracht. Ik dacht dat je nog wel ruimte had in hun tuin. Alsjeblieft en veel plezier ermee, zei ze. Toen ze zag dat de viooltjes al op en aan elkaar stonden, begon ze te lachen. Joke, die lachen met. Op stonden stonden beide te schateren van het lachen. Dat was mij toch ook wat moois. Niks als viootjes, meest wat blauw van kleuren. Toen Jan later om middag toeskwam, kwam, woonde hem host blauw voor de ogen. Zoveel viootjes stonden er in de tuin. Ook in de buurt hadden ze de vullen schrik van. Een weken later vroegen de buurlun nog regelmatig, wilt jullie nog viootjes? Wie hebt er nog wel wat over? Jan en Joken vonden fijn dat de buurten zo met leven, maar van het aanbod hebben ze nog geen gebruik gemaakt.